En de man die vanmorgen mijn gast is, heeft dat ook hele lange tijd gedacht. Ik dacht, nou, dat is allemaal echt niet voor mij. En weet je, heel veel mensen vragen, hoe kom je nou aan al die gasten bij Hour of Power? Nou, dat zijn vaak heel toevallige ontmoetingen. Want ik ontmoette Johan een paar weken geleden. En toen had hij een kort shirtje aan en op zijn ellebogen stonden twee kruisen. En toen zei ik, betekent dat ook echt wat voor je? En toen zei hij, nou en of. Ja. Johan, goedemorgen. Goedemorgen. Wil je ze nog eens laten zien? Jazeker. Ja. Ja, dat zag ik. Ja. En dat stond nog wel bij, hè? Ja, dat staat, Jesus Saves. Jesus Saves, ja. Ja. Zo raakten we in gesprek met elkaar. Ja, en klopt. Je zei, joh, ik ben geen brave jongen geweest. Integendeel. Ja. Laten we daar eens beginnen. Je bent een beruchte drugscrimineel geweest. Je hebt 15 jaar celstraf gekregen. Hoe kom je in zo'n milieu terecht? Je ziet er als een aardige jongen uit. Ja, nou, ik ben ook een hele aardige jongen, Jan. Ja, ja, absoluut. Kijk, ik kom uit een hele beruchte omgeving, een hele beruchte stad. En in mijn omgeving was het zo dat criminaliteit was gewoon heel normaal. Het was aan de orde van de dag. Dus alles wat ik meekreeg daar zo was van werken, dat is niet voor ons. We kunnen het op een andere manier. Iedereen leefde buiten de wet. Dat is wat ik meekreeg. Dat werd mijn wereldbeeld. En mij werd verteld dat als je veel geld hebt, dan heb je veel macht. Als je veel spullen hebt, heb je veel aanzien. Als je veel vrouwen hebt, dan heb je het voor elkaar. En als je al die dingen hebt met elkaar, ja, dan ben je het gewoon. Dan heb je het helemaal gemaakt. Ja. Dus wat werd mijn drive en mijn motivatie? Dat was om dat allemaal te bereiken in mijn leven. Ten koste van wat dan ook. Ja. Ten koste van wat dan ook? Ja, ten koste van wat dan ook. En wat was dat dan? Ten eerste natuurlijk je eigen onschuld en je eigen leven, wat je daarmee in de waagschaal zet. Maar ook alle mensen die je kwetst onderweg. Nee, de mensen die je moet bedriegen, waar je tegen moet liegen en nou, ga zo maar door. Je doet heel veel schade om te komen waar je wil komen. Ja. Je houdt geen rekening met niemand meer, want je wil alleen nog maar dat hebben. Dat heb je voor het doel. Dat is, ik moet dat hebben. Als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. In die tijd vond je jezelf een stoere bink? Ja, absoluut. Maar ik was natuurlijk compleet misleid. Ja. Ja. Door wie? Door de Satan. Ja? Ja. Maar ja, dat wist ik natuurlijk niet. Nee. Want je werd van jongs af aan groeide je op in de criminaliteit. Ja. Had je nou nooit een idee, als je nou bijvoorbeeld naar mij keek, zo knul in een pak met een dasje om, dan dacht je, wat een topper. Dacht je zoiets? Ik dacht niet, wat een topper. Nee? Ik dacht van, hoe kan ik zijn centjes in mijn zak krijgen? Oh, ja. Dat was heel anders. Ja. Ja. Ik keek niet tegen mensen op. Ik dacht van, hoe kan ik daar wijzer van worden? Ja. 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 Dus je gebruikt mensen. Ja. Je gebruikt dus dat werd gewoon een soort tweede natuur. Te kijken, wat kan ik eruit persen? Nou, dat was mijn natuur. Ja. Dat is het ergste. Ik wist niet beter. Ja. Dus als jij tegen mij zei van, inbreken is niet goed. Dan zei ik van, nee, je bent niet goed bij je hoofd. Dat is toch hartstikke normaal. Ja. Dat, die dingen waren gewoon normaal voor mij. Ja. Je hebt regelmatig ingebroken. Was je dan niet bang of zo? Of, nee, totaal niet. Nee, nooit. Nee. Ook niet bang om aangehouden te worden of al dat soort dingen. Ik heb wel eens in het begin een paar weken gezeten, een paar maanden gezeten, anderhalf jaar gezeten. Nou, dat was gewoon een leerschool. Dan kwam ik in de gevangenis, ontmoette ik heel veel mensen, leerde ik allemaal nieuwe trucjes, nieuwe contacten, nieuwe relaties. En dan kwamen we buiten en dan gingen we weer verder. En zo groeide je van kwaad tot erger. Ja. Ja. Dus zeg niet dat je niet kan veranderen in de gevangenis. Maar als je niet wil veranderen, dan verandert het natuurlijk niet. Want je bent veranderd in een gevangenis, maar daar komen we zo meteen op. Ja. Je zat in de drugshandel. Ja. Dat is een lucratieve handel. Daar absoluut. Absoluut. Want kijk, als wij een paar honderd euro verdienen, dan vinden we dat knap van onszelf. Maar daar lach jij om. Dat was niks. Nee, dat was absoluut niks. De business waar ik in rolde, als het ware, want je gaat natuurlijk van kwaad tot erger. Dat leverde zo ongelooflijk veel geld op. Op zo'n makkelijke manier eigenlijk. Ja, dat voor ik het wist, was ik gewoon multimiljonair. En kon ik kopen wat ik wilde, gebruiken wat ik wilde, doen wat ik wilde. En had ik zo mezelf als God gecreëerd. Ja. Want je was multimiljonair? Ja. Ik had heel veel geld. Ja. Dus, en er was niemand, de fiscus, de politie, die zei van, goede vriend, hoe komt dat je in zo'n fraaie auto rijdt? Of, Want ik leefde wel altijd onder de radar. Ja. Alleen mijn levensstijl was zo excessief. Dat ik gewoon dingen deed waarvan je normaal gesproken zegt van, nou, dit is niet gezond als je zo leeft, zeg maar. Ik gebruikte elke dag cocaïne. Ik ben 15 jaar verslaafd geweest aan de cocaïne. Ja. En die cocaïne gaf mij grootheidswaanzin. Ja. Die liet me denken dat ik echt alles kon. Ja. Wat gebeurt er als je elke dag cocaïne gebruikt? Wat gebeurt er dan hierboven in die... Je wordt helemaal verknipt. Ja? Ja, je wordt verknipt. Ik heb avonden gehad dat ik zo paranoïde was dat ik gewoon 2-3 dagen lang onder mijn deur door lag te kijken of er niemand voor mijn deur stond.
Weet je, ik dacht altijd dat mensen achter me aan zaten, me wilden rippen of me wilden liquideren of weet ik veel wat. Je bent zo paranoïde, dus je wordt zo'n tijdbom. Je wordt zo gevaarlijk voor jezelf en voor je omgeving, omdat je continu negatief denkt. En dingen worden heel erg vergroot en versterkt door cocaïne gebruik. En als je een keertje gebruikt, misschien niet zo, maar als je elke dag in, dag uit gebruikt, nou, dan verander je gewoon in een monster. Ja. Op een gegeven moment word je gearresteerd. Ja. Weer eens een keer. Voor de zoveelste keer. Ja, ja. Toen was het raak. Toen was het goed raak, inderdaad. Ja. Haal eens even terug dat je, want het was in het buitenland, hè? Ja, ik ben in het buitenland gearresteerd. Waarom in het buitenland? Maar ik was eigenlijk gevlucht naar het buitenland, want ik werd in Nederland ook gezocht. Ja. En in het buitenland was ik gewoon vrolijk verder gegaan, als het ware. Dus vanuit Nederland hebben ze toen een onderzoek ingesteld naar mij in het buitenland. Maar toen zeiden die buitenlanders van, ja, hij is hier ook bezig. Dan zei Nederland, nou, doe jullie maar eerst. En als jullie dan klaar zijn, dan krijgen wij hem wel weer. En uiteindelijk ben ik daar aangehouden. En toen kreeg ik een flinke klap. Daar kreeg ik 12 jaar. Ik had 6 jaar in Nederland, dus was 18 jaar bij elkaar. Maar uiteindelijk heb ik 15 jaar gekregen. Ja. Dus in zijn totaliteit. Ja. Dus, dan kom je in de cel terecht. En dat is niet even voor een paar weken, maar dat is voor een langere periode. Een hele lange periode, ja, absoluut. En kom je dan tot inkeer? Misschien als ik een heel klein stukje terug ga, ongeveer een jaar voordat ik vast kwam te zitten, was er een moment waarop ik gewoon helemaal klaar was met het gebruik van drugs. Ik zag dat ik zoveel kapot maakte omheen en ik had alles bereikt wat ik wilde bereiken en ik had helemaal niks. Ik was gewoon arm. Leg ik was dat nog leeg. Eens uit. Je had alles, maar je had niks. Nee, precies. Het is een leegte. Het is een illusie. En ik kwam steeds meer op dat punt dat ik dat begon te zien. En op een avond zei ik van, God, als u echt bestaat, als u nou echt bestaat, hè, ik ga dood door het gebruiken van die drugs en door de manier waarop ik leef. Ik wil niet meer, help mij. Dat was vanuit mijn hart een schreeuw om hulp. Alleen die avond gebeurde er helemaal niks. En ik begon gewoon vrolijk verder te gaan met gebruiken. Ik zat in mijn eentje in een grote villa, ver weg van alles en iedereen. Compleet verloren, eenzaam. En op kerstavond, een paar maanden later, wat ik ook deed om drugs in mijn lichaam te stoppen, mislukte. Ik rookte het, viel mijn glas kapot, wilde ik het snuiven, viel het op de grond, aansteken kapot, dat kapot. Wat ik ook deed, niks lukte om drugs in mijn lichaam te krijgen. Die avond ben ik gaan slapen en de volgende dag werd ik wakker alsof ik nog nooit drugs had gebruikt. Alsof ik nog nooit cocaïne had gebruikt. Dus helemaal compleet niet meer afhankelijk van cocaïne. Van de een op de andere dag. Gevaarlijk om te bidden, hè? Heel gevaarlijk om te bidden. Alleen ik wist niet dat God dat had gedaan. Ja. Het was natuurlijk een paar maanden later. En toen kwam ik gedetineerd te zitten. En in mijn detentie was ik nuchter. Al bijna een jaar. Ja. En toen zag ik om mij heen al die ellende. Ik zag om mij heen wat drugs deed met mensen. Want je zat niet in Nederland in een cel. Je zat in een cel met 6, 7 andere lui. Ja, ik zat zelfs met 20 mensen op een cel. Ja, ja. Opgepropt op elkaar. Ja, moordenaars, verkrachters, pedofielen, alles zat bij elkaar. Ik heb mensen neergestoken zien worden, zelfmoord zien plegen. En dan ga zo maar door. Ik heb de meest bizarre dingen meegemaakt. Je meent het. Ja, dat meen ik serieus. En hoe ga je daarmee om? Ja. Ik bedoel, ik sliep niet. Ik sliep met één oog open zo. Hele avond. Aan mijn lijf geen Polonaise. Ja. Dus, ja. Dus ik was daar best wel heel erg op gefocust. Maar je hebt totaal geen rust. Maar je ziet dat allemaal om je heen. En ik kreeg het nuchter mee. Want ik was 15 jaar verslaafd geweest en nu niet meer. Dus je gaat heel anders kijken. En toen in één keer begon ik te beseffen van, waar ben ik eigenlijk mee bezig geweest in mijn leven? Wat heb ik er eigenlijk een zootje van gemaakt? Hoe kan ik nou in godsnaam trots zijn op mezelf? Dat ik geld verdien over de rug van andere mensen. Dat ik dan ergens op een strand leg met een dure klok om en met mooie spullen, hè, met mooie, mooie auto's en al die toestanden. En dan zeggen, ik ben trots op mezelf. Hoe kan dat? Dat is toch verschrikkelijk? En dat begon te veranderen in mij. En ongeveer 3 jaar in mijn detentie mocht ik alleen op een cel. En die avond, toen zat ik op mijn bed. En ik zat eigenlijk een beetje omheen te kijken. Het was donker, alleen mijn televisie brandde. En in één keer zag ik een beeld waarin mijn moeder, waarin ik haar een grote mond gaf. Vandaag is het gat van de deur. En ik zag de pijn op haar gezicht van wat ik zei. En de schaamte die over me heen kwam was zo immens dat ik begon te huilen. En voor ik het wist begon een volgende die ik had gekwetst, de volgende die ik had beledigd, de volgende die ik pijn had gedaan, et cetera, et cetera. En mijn hele leven kwam aan me voorbij, maar ik ervoer het alsof ik in de schoenen stond van de persoon die ik het had aangedaan. En ik schaamde mij zo verschrikkelijk. Ik werd van mijn bed geworpen, letterlijk van mijn bed geworpen door een bovennatuurlijke kracht. Mijn hele cel werd verlicht alsof de zon scheen in mijn cel. En ik wist gewoon, God is hier. En op dat moment schreeuwde ik het uit. God, vergeef mij. Vergeef mij. Hoe heb ik ooit zo kunnen wezen? Hoe heb ik dit ooit kunnen doen? Dit is niet wie ik ben of wie ik wil zijn. Vergeef mij. En hij zei, ik heb je al lang vergeven. En mijn leven is radicaal omgedraaid. Hoe kan dat dan?
De volgende morgen toen ik wakker werd en ik naar buiten kwam, waren de gezichten van de mensen anders. De kleuren waren anders, de geluiden waren anders. Ik was compleet vrijgezet. Al het geld dat ik verdiend had in de drugshandel ben ik uit gaan delen aan mensen. Weg gaan geven. Ik wilde er niks meer mee te maken hebben. Ik was helemaal klaar ermee. En ik ben zo ongelooflijk geturnd dat de mensen in mijn directe omgeving, mijn familie, zoiets hadden van... Wat is er met jou gebeurd? En die is helemaal van het pad af. Ja. Maar ik was niet gek geworden. Ik was heel wijs geworden. Ja. Want ik had God gevonden. Ja. Ja. Ah, dat was gewoon machtig mooi. Ja. Ja, ja. Je wordt overgebracht van de gevangenis in het buitenland naar Nederland. Absoluut, ja. Kom je in Nederland te zitten. Godzijdank. Ja, ja, dat leek me beter. Ja. En daar zet je dan op zondagmorgen Hour of Power aan. Ja, ja, ik herken je inderdaad, herkende je op de straat van Hour of Power. En kijk, ik was tot geloof gekomen, maar ik wist eigenlijk niet wat. Nee. Hoe of wat. He, dus ik was de God van de Bijbel, de vader van Abraham, Isaac en Jacob. En ik weet dat ik naar een kerk toe moet als ik uit de gevangenis kom. Maar hoe het allemaal precies gaat, ik heb geen flauw idee. De enige kerk waar ik naartoe wil, is daar waar ze met hun handen in de lucht staan. Ja. Want ik wil naar een blije kerk. Ja. Dus, en dat zag ik natuurlijk op televisie iedere keer voorbij komen. Dacht ik van, nou, zoiets moet het zijn. Ja, ging je ook in een Bijbel lezen? Ja, absoluut. En niet zo'n heel klein beetje ook. Nee? Ja. Ja, dat is dus zeg maar hetgene wat mij zo veranderd heeft. Omdat ik wilde weten... Wat is er nou gebeurd met mij? Ja. Wie is nou eigenlijk God? Ja. En wat heeft hij eigenlijk voor mij gedaan? Ja. En ik wil hem leren kennen. Want als ik hem ken, ja, dat is het eeuwige leven, toch? Ja. Ja. Want welke tekst in de Bijbel raakte je? De mooiste tekst die mij raakte is 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom, als iemand in Christus Jezus is, zie, al het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Alles? Alles is nieuw geworden. Leg dat eens uit. Alles? Alles is nieuw geworden wil zeggen dat jouw oude mens is niet meer. God ziet dat niet meer. Wat hij ziet is heilig, is smetteloos, is puur, is verzegeld door de Heilige Geest, is rechtvaardig, is zijn geliefde kind. Op het moment dat wij ja zeggen tegen Jezus, worden wij teruggebracht in wat we bedoeld waren te zijn. Kinderen van God. Nou, God is liefde. En als ik naar zijn gelijkenis ben gemaakt, dan ben ik dus ook liefde. Ja. Dus liefde. Maakte dat ik wandel in dat leven wat hij voor me heeft. Ja. Ja. Hoe keken ze in de gevangenis tegen jou aan? Want je was anders, je leek in geen enkel opzicht op de andere gasten. Klopt. Nou, ik weet niet hoeveel gedetineerden tot de heer mogen leiden. Dus, ja? Ja, absoluut. Ja, ja, ik ben wel heel radicaal. Ja. Dus het is niet zo van... Nee joh, nee. Dat hadden we nog niet door. Ja. Dus nee, ik heb gewoon verteld waarom ik zo vrolijk ben. Ja. Ondanks het feit dat ik 15 jaar heb gekregen. Ja. Ja. Dus, en waarom ik gewoon heel erg blij ben en gelukkig ben. En dat triggerde mensen. Heel veel mensen vinden het moeilijk om... Misschien is het moeilijk om in God te geloven, maar vinden het moeilijk om een leven over te geven aan God. Hè? Ja. Want daar gaat het om. Ja. Niet meer Christus, maar Christus leeft in mij. Ja. Is dat een strijd voor je? Ik denk dat het een proces is. Weliswaar op het moment dat jij ja zegt tegen Jezus, verandert er geestelijk heel veel. En ben je rechtvaardig. Maar dan komt het vernieuwen van je denken. Door het woord van God. Opdat je die oude mens aflegt en je bekleedt met die nieuwe mens. En hoe je dat dan doet, dat is een wandel met God. En hij is zo liefdevol en genadig. Het is één en al liefde. Het is één stortregen van liefde over je leven. Ook al ga je 10 keer op je smol, 20 keer op je smol, 30 keer op je smol. Voor hem maakt het helemaal niks uit. Hij heeft je gewoon lief, want jij bent zijn kind. En beetje bij beetje zal hij jou laten zien waar je dingen los mag laten. Wat je vast moet grijpen. Waar het om gaat. En zo groei je steeds meer tot die volwassenheid in Christus. Waar ben je? Tussen de 1 en 10? 10. Ja? Absoluut. Okay. Absoluut. Dus nooit meer het verlangen om terug te gaan, nooit meer het verlangen van het grote klokje op het strand? Nee, helemaal niet. Neem al het goud en al het geld en alle schitter van de wereld en alleen God kennen, geef mij maar God. That's it. Mooi dat je zo kunt veranderen. Amen. Ik heb het ook niet gedaan. Hij. Hey. Ja, okay. Amen. Hey, ik geef jou graag 2 cadeautjes mee. Ja. Nou, dit boek heet Een rotsvast geloof, door Bobby Schuller geschreven. Volgens mij heb je dat wel. Hè? Ik heb een rotsvast geloof, maar dat boek heb ik nog niet. Dus, Oké, goed. Okay. En dit is een tekst die elke zondag in de kerk wordt uitgesproken. Ik ga toch even vragen aan je om voor te lezen. Yes. Onvoorbereid. Yes. Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Niemand kan dat van me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken. Ik hoef me niet te haasten. Ik kan Jezus vertrouwen en zijn liefde met de wereld delen. Ik ben Gods geliefde kind. En jij ook. Ja, en daar kun je handtekening onder zetten. Amen. Hey.
Amen. Hey, vriend, bedankt. Ja. En ik hoop nog veel zulke mooie ontmoetingen. Johan, bedankt en God zegen.